De man komt. Nou, wakker komt. Wakker komt een nieuwkomer. Een partij genoemd met een potentie. Een partij genoemd. Zelfs maar de neestje. Nou, maar de tanga. En de oefenbaan komt. Poutini. En de baai. Een van harte goedenavond aan de godvader, de man hemzelf, Dr. Anders Rinaldo Venetiaan. En van harte goedenavond aan de voorzitter en alle anderen. U hoort het, een heel mooi lied van Aita Pes. Hij zingt Mi Angi Fude. Mi Angi Fude, Awa Konde, Penoa Pechade. Dat wil zeggen, ik wil in een vredig land wonen. Ik wil in een land wonen, Petrobino de, Peleino de, Pefurusano de. Ik heb gemeend, heel vaak lees ik niet, maar ik heb een korte, krachtige boodschap wat ik wel wil voorlezen. En dan gebruik ik de resterende 2 minuten om gewoon te praten zoals normaal. Dames en heren, partijgenoten, vandaag vieren wij 78 jaar van de MPS. Een partij die maken van hoop is, een symbool van veerkracht en een belofte van een betere toekomst voor ons geliefd land Suriname. Terwijl dit lied Mi Angi Fude speelt, voel ik de krachtige woorden die resoneren in mijn hart. Een verlangen naar vrede, een honger naar harmonie en een verlangen naar een land zonder corruptie en hebzucht. Dit is niet alleen een droom voor ons allen, maar een visie waarvoor velen van u bereid zijn te strijden. Mijn verhaal hoef ik u niet meer te vertellen, maar mijn verhaal heeft me gevormd tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Elk obstakel heeft bijgedragen aan mijn groei, zowel persoonlijk als politiek. En net zoals ik verlangde naar verbetering voor mezelf en mijn familie, zo verlang ik naar groei en ontwikkeling voor geheel Suriname. De missievisie van de MPS spreekt tot de kern van wie ik ben, waarvoor ik sta en waarvoor ik streef. Wat ik je wil zeggen, mensen, wanneer we vandaag de dag kijken naar alles wat zich afspeelt, dat bijna we wanneer laat je hoop. Bijna we kent dat baby, man. Bijna we kent die zijn zoon. Maar wat die zijn zoon zo? We kunnen het niet zo laten. We moeten hoop blijven hebben en na MPS daar mi kom bigi, die ben jong, mi ben shi, mi ben jere. Maar die mi kom bigi, mi kom verstand en mi kiezen die MPS. De weg naar succes is nooit een geasfalteerde weg geweest. Het is altijd hobbelen. We hebben zoveel gehoord, atopai dit,
atopaitat. Men komt met allerlei verhalen. Men sprong zelf er niet voor om een stem, om een zogenaamde stem van een Nederlander te zetten. Wat ik u wil zeggen, is dat men mag met alles komen, maar laat u zich niet afleiden, partijgenoten. Als men bewijs heeft van iets, mag men het gelijk naar het OM brengen. En alles wat men vraagt, zal ik ten toestellen voor welk onderzoek dan ook. Wij van de NPS, er is een anticorruptiewet. We hebben ons duidelijk daaraan gecommitteerd. We hebben gezegd, wanneer de tijd daar is en mensen moeten registreren, dat gaan wij doen. En ik moet in Milando lonen aan Tompai. Ik heb mijn lijst ready om alles wat ik heb te registreren. Ik heb mijn lijst ready al via de notaris. Misschien word ik zelf de eerste in Suriname sang ook al registreren. Dus mensen, nogmaals, je hoort al die verhalen intern, maar nu is ook niet de tijd voor ons als NPS'ers om intern te gaan vechten. We moeten elkaar gedogen en gezamenlijk naar de verkiezing gaan. Wie naar verkiezing? En na de verkiezing gaan we de fundamentele discussie voeren van wie, wat en waar. Maar nu is niet de tijd om elkaar in de haren te vliegen. Het is nu de tijd om gezamenlijk, zij aan zij, of ik nou van je houd of niet, maar we moeten de verkiezing winnen. Ik zeg nogmaals mensen, ik ben de eerste of een van de eerste die me zal registreren wanneer het daarop aankomt. Dus we mogen met alles komen en als er een bewijs is van iets, mogen we het OM deponeren. En laat je ook niet afleiden door berichten in de media dat mensen niet lusten. Die zaken kloppen niet. Ik wil u nogmaals feliciteren met 78 jaar NPS, omdat niet ieder wordt 78. Je moet echt over je leven hebben nagedacht om 78 jaar te kunnen worden. Gefeliciteerd NPS, gefeliciteerd Suriname. En u staat een zware job straks om Suriname weer te redden. Men gaat niet zomaar voor ons kiezen. Men gaat voor ons kiezen omdat ze weten dat we het kunnen doen. Men gaat voor ons kiezen op basis van de heer Ronald Venetiaans visie. En dat moeten wij voort laten leven. Dank u. Di peweja de presbari bosko buk MPS kol. En so lek fai sabi, na tu generasi, tri generasi pa, ook tu te kondre, de jiva kondre, di etai na westava kondre, apta maka ala wantu problem. En gere ye kondre, gere ye kwe, de beloof, ma next step sa, en is leks, MPS tak, geef ons het vertrouwen, omdat het bewezen is dat wij het alleen kunnen. En daarom, die de uw afwang, partijgenoot uit het Westen, voor dat abra aan reissector, en dat na Masra Rajen Bizar. Geachte aanwezigen, ik ben Ryan Bizar van Nikeri. Ryan van Nikeri! Nikeri heeft ook heel veel problemen. En dan de regering is, hoe zat dat onomeking? Hoe pura regering is? En dat NPS zo rikba, wat samen zit daar zo, in grondjari die dat na NPS, Wang kan cara arah a
En daarvoor met dat die 25 mei 2025 op poor naar wat biggie. NPS met XPS tekken mag die. En de problemen in de rijsector zijn enorm. Mino sabi efu sabi dat ook via de media vanuit Nikeri wij verschillende malen hebben laten blijken dat er verschillende problemen zijn in Nikeri. Watra probleem, kunstmest probleem, watra pompoen en draai, alle dat soort problemen zijn we abidjan aan Nikeri. En we dat naar de regering is die omele is die voetjaar wat verandering komt. Maar het lukt maar niet. En als je 4 jaar lang aan zit, 4,5 jaar lang aan zit, en je kan het niet, dan moet je naar. Dan moet je naar. Dat is de power van de NPS. En 25 mei 2025, uno vergeti. Uno vergeti. Un potengi NPS. Un potengi NPS. Un potengi NPS. Mensen, de hoeveelheid mensen die ik hier vandaag zie, wil zeggen dat de verloof er niet meer is in de andere regering. We willen allemaal een verandering hebben. Mensen geloven niet meer in de politiek. Als je dat niet hebt, Congo naar een NPS-vergadering in de wat gaan ze voor ons doen? Maar de NPS heeft de stabiliteit gebracht. De NPS heeft daadkracht getoond. Heeft Milek Boeru ego terug in een model bij NPS ondersteunen aan landbouwer. Dat is een boeru bij actie, NPS. Dat wij hebben problemen. Dat zonder enig argument NPS bezit 5 miljard. 5 miljard via landbouwsector. En dat is alleen maar om banen te creëren, om vooruitgang te boeken, om productie te stimuleren. Mensen, met deze woorden wil ik de NPS feliciteren. 78 jaar NPS. Nou een biggie, nou een biggie en nou een biggie Grand Tangi. Ik dank u allemaal. Zal ik vragen dat je een verandering, een change, dus we make a switch. En ook te komen wij naar om make a switch dat je met Karkona Vesi, Masra, Marlon, Burego. NPS familie, mijn barwala malakodi. En mijn versteren nu, na 78 jaar, zijn partij in bestaan. En toen, mijn luku, de sprekers naar mijn visie. De mijn luku in de zaal, de mijn luku op straat. Dat NPS een boel langer liberte. Wat jongen wat lijkt aan haar omindri. Dus er is maar denk ik dat 78 jaar na einde. No way. Rangasa. Unde. Dat een moment die. Bij alles na. En actie bij af Sanusa. Na een politiek sranan. Sanusa na een sranan. Maar wat ik ook wel zei. Die deed een kick-off. Die deed een begin voor een campagne voor 2025. En een passie voor NPS. En dan leggen we uit van ons Lukasani te mogen stem. In een Libi Makandra, in een Libi, in een gezin Libi, we maken om een keus
We stellen eisen. We roepen drangen voor geen uno ting, voor geen uno gezin, zijn de abi van nodig. Tere ka wengen go bij stimofo. Ine gode je bij por ayo. Je had geen rotte appels en een aardappelen kopen. Maar go en je zoek goed en boon kwaliteit alleen zien. Zijn je money kan bij en je tjadat ga osso die je gezin. Tere go bij krosi. Maar kloos in fit in mooi ei. En dan moet ze raven aan de boom kwaliteit. Redelijk is zo moet ze brengen in fit ei. Zij je money kan bij. A kwaliteit dat die wat je ook trang af in. Wij allemaal stellen eisen in ons gezin. Tegen mij wel waggy. Dat waggy mooi. I'm hard you. Maar ga dat deel. Dat alles aan van waggy ook. Je look at understand, je look at motor of a boom. Je goes to my wadi, je reed is dat ai, je loba wadi, maar je reed sweetie. Dan voor je bij jou wadi. Dan voor je bij jou wadi. We stellen eisen in alibi, die ons refi. Trebo in one bus, one taxi of a plane. U de verzekerd, dat als massa een reed a wadi of a fair plane. Abi a ervaring a kennis fuma charu veilig to pele go anders kun go na wani dati dat na apos ko pusan wa chaki unu dat a 25 mei de eisa sa vestadi un srevi na un gesen a lo ko tranga ki dati a ala de libi 25 mei heeft alles daarmee te maken. En te ook in a hokje tot praxeri. U poti de partijse in Makanda. U tuku luku de track record. Dan ax u af. Welke partij is voor mijn toekomst? Voor de toekomst van mijn kinderen. Voor de toekomst van mijn kleinkinderen. Dat er een looking. Dat ik aai. Zo'n partij gaat zitten economie. Zo'n partij gaat zitten gezondheid en onderwijs. Zo'n partij kan zorgen dat je alle de goede voor Sranang. Nee, dat is niet aan nog toe. Maar hij zegt dat je niet naar je oog toe. Dat je niet naar je oog toe kan testen als je niet voor Sranang. En nog een handje voor friends and families. Daarom heb ik allemaal voor Tjara en Moussouaka. Het is 25 mei 2025. Dat is allemaal wat ik heb. Da wala mala, o sabi, a partei de apicons, a partei sachara stabilitei tanga opere, e da wala mala estem, da MPS, feiva do da MPS, stand up! Stand up! Stand up! Feita do gran tagueu, a suíte de Timor, o fala. Die dena day, wawa si di watsi ina kondre, di wile kondre man nooit no besap bifo. O abwantu sma di e karne sef leider, o abwantu sma di ventak de wa mekba leid ga kondre, tak a kondre nga volk kan go vooruit. Maar in de afgelopen 4 jaren hebben wij kunnen zien, en niet alleen kunnen zien, maar ook kunnen proeven, dat die hele regering verdeeld is en nadelige consequenties heeft, verregaande consequenties heeft voor dit land en dit volk. Het is van belang dat wij eensgezind in een hele grote eenheid, in een solide eenheid, de komende verkiezingen ingaan om als grote overwinnaar uit de stembus te komen. Onze eerstvolgende spreker die gaat praten over het belang van eenheid. En met Karkona Fessi. En met Gewaar Schooju. Dat ik herinner ik bij mijn Chitaktes. Was niet aan Wagakong.
de dansen en de zingen. Dus kom ik ook zien dat Wallis, Yusref kan dansen en zingen. Met Karkona Vesi, Masra Ivanildo, play! Nationale Partij Suriname, Masra Gregory Rusland en ook toe met Bar Odi Gomidi, erevoorzitter Masra Ronaldo Ronald Felix Jan en ook toe wat Bidi Odi Gomidi den differente structuren voor die partij. Partijgenoten, people for Suriname. De NPS verjari, dan een Sranang verjari. En de wekelijk spreker op het podium, dat wabief die een versteer boskoku en ook toe een politiek boskoku. En mijn bieding naar een politiek boskoku. Mama Sranang, ik kreeg. Omdat sma deze wan prati en volku. Anno 2024, we abi leiders in Nakondre, sang e probeer fu pratuno. En de nesheng fu taken tap den politiek podium. Is dit de richting waar wij van als Suriname naartoe willen? Dus. We hebben een verantwoordelijkheid voor zorgen dat Assandis niet samen. Want het is een crimineel gedrag om een volk dat eeuwenlang vredelievend met elkaar leeft, te pogen te verdelen alleen maar om verkiezingswinst te behalen. Want te weten dat Abra verdeeldheid in Nakondre, dat we nog op vrede naar we schrijven. We no abi a economia, no so politieke stabiliteit in Nakondre. We no a broederschap naar Makandra. We no ka abi gelijkheid voor people in Wikondre. We no ka a waarde en normen. Na disu wan in Nakondre, a verdeeldheid uit Echaro Guabaka. Zo, so, we kunnen Setuan Kondre. Een voorwaarde voor Setuan Kondre, na eenheid, na bondru kona wang, na mekwa kofu, na roko makandra, spa anu makandra, fu yep makandra. Spa anu fu char a kenki kong. En if you agree, dan ben je het voor nu. U agree naar het pistool dat hij voor charna eenheid kon Nakondre. En daarom mijn concreet oproep die de net naar de feestvergadering tevens als start van verkiezingscampagne van partij na. If we look we kondre and we want chari gonna face and we like people ook to want gonna face that we must stop for roko mee for prata kondre for prata volk in hokjes en blokjes
En dat we moest rekenen af dat 25 mei zijn konden. Dan alles massa en hoor aan ideeën die zien, aan gedachten die zien, voor praat aan volk. Dan de leiders die stimuleren aan praat die gedachten en doen ook toe in de beleidsvoering. En de leiders die strooien in wie ei. En dat is de city of de Abba Bromchi Jari, terwijl de city juist gebroken naar Jari. Onthoud wat Sani, verdeeldheid onder een volk naar een tijdbom. Dus konen met grappen aan Sander. Pak 25 mei, zijn er leiders van Nodo die een jaar alles maar in na kondre kon aan. Op 25 mei, de konde, we kiezen occasie baga voor zorgen dat een praatje voor een volk steunt. Daarom op 25 mei, we hebben voor met een keuze voor leiders. Leiders zoals Masra Rusland, ze sabi akoni voor stranasma met money. Hey, Reem, voorzitter. Leiders zoals Masra Rusland, zijn een jaar aan rust in het land. Je ranen. Maar dan met je aan die brom, want dat is ook behoorlijk. Maar in Rusland zijn een big score. Zijn savi aan nationaal en ook tot op internationaal fora. En op nieuwe ervaring. Maar in Rusland leek wel leider. Zijn sap zijn een volk af van Nodo. Want leider zijn op opo Jesse die alasma. Wat Basra Rusland, na zie de leider zijn in Mekde schrift op, voor een president, dat is een vice-president. Dat had de kring kring, dat biedt je verschilde. Volk of Sranang, en voor mij een foute keuze op 25 mei 2025, dan na die 5 jaar wordt het een probleem. Ter je leeftijd plus 5, die lopen op ogen je dicht, pak de 5 jaar en voor mij een foute keuze. Die maakt een balans ook toe op. Ben je de, if. Je tja ontwikkeling die je schrijft. Dat 25 mei, je na basi. En daarom met kar je kom, voor Swiss got up aan je basi. Dus, dan nooit je no salasi. En je wil thank me later, en dat dona you. Sa je want doen aan je eeuwige toekomst. Na je ebbe paal. Wat prespari san de, dat koos op dat we allemaal naar stranden sma. Wans op dat dat kom op. We moeten zetten konden boom. Tot slot, mijn versteer NPS met 78 jaar nog bestaan in de Republiek Suriname. Mijn versteer stranden en dan een mijlpaal die zie, want een partij zijn een gevestigde orde in Suriname, thans de oudstdienende politieke organisatie met ruime ervaring. Een partij zijn jaar ontwikkeling die we alle in alle zeven konden. Nu trouwen je oren zo. Men sluit af naar een sami gramma leer me. One finger, nedring okro bravo. Two finger. Nedring ook rood bravo, maar even maken, want de allemaal kawang, dat is het is een smoeren voor naar bravo. Partijgenoten, op naar nog 78 jaar en nog meer, NPS, leven NPS, leven Suriname, met Taku Grantani en mijn lobo allemaal. Você que aprecia isso.
We make a switch. Alla de man de lukuta televisie. Alla de wang. Ibri wang di da doro se e twijfel, twijfel ete. Sot se nimgo. Na one stop na mo in leki. Make a stop. Make a switch. Met het team van MBS. En weet je wat?
als je bezig bent met MBS, dan voel je dat verschil. Boom energie dat je viert. Je viert als 40 naar eerlijkheid. En soms te je wakker, of vaker te je wakker. Ik heb een paar grote zonen, namen van grote zonen, in de politieke geschiedenis genoemd. En dan hoor je mensen zeggen van, Sisa Diana, meneer Venetian, no de ina spermor. Meneer Hildenberg, no demor. André Telten, no demor. De Frede, tak agroepdis, no ma doen ap auroko, sang den biggie man dis na a biggie vrouw besetting. Dan met tijd die de sma in a veld taki, sayuleri, binnen MPS, de structuur voor MPS Europa. En if you want de MPS, je moet maar horen schrijven naar de structuur. En a basis sang de biji man, naar de biji umadis, leggen vast dat nee de nooit. If you pranwang, if you pranwang grunto, en je ziet dat no, adis an omeking. Eigenlijk ik kakiring. Want te wassen omeking, if a grunto dis, opbloeien, je ziet direct dat kan opbloeien. En na een basis zang de biji ma die zetti, na de biji oma, u de zeker taki, binnen MPS, u ne beloof sa unoma mekwa. U ne tak sa unoma du. De wortu i mus ma shide in dade. En daarom, we roko de na netti in a veld, futjara politieke bewustwording contact hang, Fukan sordesma, overtuigdesma, chantesma winning, dat na jij moest de. En het is niet slecht hoor, dat ik denk dat oké, dat je probeert te trafasi. Maar die shit dat die probeert te trafasi. Aan de roko gi you, aan de roko gi familie, aan de roko gi kondre. Dat ik abifu draait aan de paraboto. En dat me doe. En na een stap samen met Jaso, me overtuigd om mijn strana, om mijn man. Tjewa na nga bigi wang, tak na ja umus de. Omdat te yu den taki, asma e yek yu, en sang a politik e du in strana. A politik e sorgu taki, de afgelopen 20 jari, we hebben het gevolg. A sorgu taki, je goi na fase baka. I tromp chinegre, je goi na pamper fase, eigenlijk niet eens pamper, luier fase. Als we hem het misbruik vindt, zet de familie kom naar alle de concessie, dat verdient dala. Dat je potile bedelaar, dat je denkt dat als we in je vindt. En daarom met wakker huis aan huis. Het vergt wel energie, maar die politieke bewustwording, dat NPS ons zorgen dat je. Desma, ze hebben een pakket van nodig. Desma dat moet kiezen. En mij, o je zorgen. Dat a orga sa ego abra pakket nomus de in anu fu MPS nomus de in anu fu noma politik partij dat a man sa met a reden en nooit moro ama uroko a koma lengri a aba recht fu kisa pakket ja as masa jongu sa mus gas koro a systeem mus bida mogelijkheid di alasma tak i gas koro no a rekering e sorgi je kiswa pching dat kan je kolokken met money, sociale bijstand. Je kiezen, maar sam MPS moest doen. MPS moest zorgen dat je kies a kolokken met money, a sociale bijstand. Dat a regering of MPS moest zorgen dat de gezinnen die zien worden begeleid door de specialistische hulp. Maatschappelijk werkers, MPS moet zetten in. MPS moest werken naar de NGO's, de buurthuizen, moest komen in Libibaka en MPS is zakkendeskundige. Loeken in alle de buurten, binnenland, sanisme af van nodig voor motto in de situatie. In de moespotties reflexraven. En daarom de bigisma voor Fetti, nee de Free Uno. Zij de je potties reflexraven, die we politieke leider. De je wakker je zien, door de situatie van Kondre. Omem ti de negas koro moro mi ate brudu. Ma te ide ina politik, ye rei i bigi wagi, da ye denk dat, es fair fa me pet show, anomi ting, anomi famiri.
Maar te in de ghetto beert hij. In een pak de aan, de semcriminele dat, ik brok je onze de zoetikiri en je kiesprobleem. Daarom de politieke leiders, zijn het denk dat hij, als staatskas, als alanti, of je goeie politiek, dat je go make money, if you want make money, dan je moet draaien op business. Maar als je een politiek money making, dat is een probleem. De goeie politiek na een 5 jaar plan, voor zijn 5 jaar visie, dan Maya, Mimko Gudu, dat na streven. Dan denk je, dan denk je, en daarom mijn breed, dat gaat ook die mijn kracht, na een dekati, dat we goeie in alle buurt en mijn chasse situatie. En mijn liefde mee naar de sma, mijn familie deed naar situatie en mijn abba plecht. En die subside mijn firmisreppel, verplicht voor klaar oude recordissie. Ik heb gedoe wat er als een jaar. Maar mijn vier misref schuldig. We hebben verkeerde keuzes gemaakt. Voor die, hoe keur MBS af, wat er nou was zijn. Loek zou Abi voor een ruim op Nono. En op Chilroko. Maar we gaan het redden. We gaan het doen. Loek aan gezondheidszorg. Alle de verpleegsters. Alle datera. Alle specialisten. Het trekken weg. Zij de gesukulibi, studenten, en zoeken van de gesukulibi in het buitenland. Je jeres ran op die etak van, ja, hier heb je niet veel keuzes hoor, mevrouw Pokkie. Ik check even hoe als ik weg kan gaan. En de visie als situatie is dat ik liever in het buitenland, maar liever dat die, omdat dat ben je duidelijk aan richting, dat als systeem aan een bepaalde politieke partij en bepaald. Maar het systeem moest de duidelijk die alles maakt dat je volgt het systeem. Als je maar roko in potroko, als je maar stoka in gaskoro. Omdat door je inzet, alles maakt met moeite tjimtje, we kiezen wat mooi is rana. Maar ik begrijp dat MBS en combatta, gado nee doen als een zomaar. Gado, potu in een situatie, voor kashitaki, populistische leiders, aan Europa. Ik jump op dat podium zonder boskopu. Voorbeeldige mensen. Dan moet je bij NPS zijn, ja. NPS zorgt dat een hossel libi. Een hossel libi voor de ouders. Mannen en pa, nee, she de ching, her day. Want zij alleen die Europa, de doek aan de drietra hossel. Voor een paar euro's, 250 US dollar. Voor een paar van wagi, voor de leerkrachten nodig. Voorsteen, een piste voor MPS, dat je bij je leerkracht, dat in de houding je beknapt. Zij de, je bent schietak als madis, nou een exemple, nou een voorbeeldfiguur. En daarvoor staat de MPS. Teken op zijn wat MPS, hij verplicht die figuurlijk spikken. En hoe abata? Voor een vorm aan volk en voor poor aan volk naar een situatie die ze. En langer aan uw leider denken van een leider en jebi, terwijl een leider het ik je eigen fatu bakai. Want alle de familie vindt, alles maar van een concessie, dat is hoegenaamd hij die dala, dat gezondheidszorg en worden verwaarloosd, niet eens toiletpapier, niks door de atoso, dus wij trekken weg. Volk van Suriname, deze zijn wel nieuw boeskonde. Met elkaar nu, omdat Boeskonde een belangrijke rol aan die ondergang sana. En die safanje in takken, we moeten go verdraai die boskop op die tadaki. Hoe heb je denk je dat, hoe de party bezon, hoe wat Boeskonde partij. Look hoe de kasana beland, maar met elkaar de harmonie op de bijskolen. En dan die taak. 25 mei, voor Poel zei hij Penaki, de verkeerde keuzes die op die been. De stem moet aan NPS, dan moet je dat je daar een wat beter aan mij. Dat moet je Jangan lupa like, share, dan subscribe.
dat we vervallig aan programma. Mijn wangtje mededeling ja. Tevens wat oproep. Hoge Straat en de Johan Adolf Pengelstraat. Misaptak Johan Adolf Pengel. Bedef wie alla. Maar dat doet dat dat ik go parkeer in Smaai in de inrit. Dus ik doe een beroep op u om uw voertuig even te verplaatsen. En we praten over 9417 TP en PC 4003. De wagens waarover we het hebben zijn PC 4003, 9417 TP, Johan Adolf Pengelstraat en de Hoge Straat. Is dit bij Belugu TV? En dan mis je wat kop die bij Kisa wordt. En is dat de NPS een QA occasie? Of een actie QA occasie? Voor met de recept voor mega kondre wata, dan zorgen we er ook voor dat wij de juiste kok in de juiste keuken zetten om die recepten voor te bereiden. Maar is de meer een wat kok na voorjaren lange afena occasie voor prepareren een recept ja kondre die en toch die aan Juru Doro die aan mijn confessa camera. Aman barnik wang Jim baby, mama heeft gezegd ik mag die keukenspullen niet gebruiken. Maar als jij me promoveert tot chef-kok bij de eerstkomende verkiezingen, dan zorg ik ervoor dat jullie vrije geneeskundige behandeling en vrij onderwijs kunnen genieten. Zonder of aman tak abra a productieverhoging in akkoord. Ik roep naar voren een ander deskundige van onze partij, Masra Jeran Pawiro Regio. Voorzitter van de SBS, heren voorzitter, een bijzondere groet, partijgenoten, sympathisanten, dames en heren, ook de mensen die op afstand meekijken en meeluisteren. Voor ik van start ga, wil ik de twee conferenciers mijn complimenten maken. Want tot zover wat ik nu zie, is dat we een geordende vergadering met diepgang houden. En dat is anders geweest wat we pas hebben gezien gisteravond. 78 jaar NPS. We feliciteren elkaar. Maar het is ook een mooi moment om stil te staan en terug te kijken naar de weg die we samen met u hebben afgelegd. En wat opvalt is dat wij leiderschap hebben getoond op cruciale momenten in onze geschiedenis. En ik zal er drie noemen. Onder leiding van oud-voorzitter Henk Aron is de staatkundige onafhankelijkheid gerealiseerd. Dat was geen gemakkelijke opgave, daar is strijd voor gevoerd. En we moeten op onze onafhankelijkheid trots zijn en deze koesteren. Want ik hoor nog af en toe mensen zeggen, het was beter geweest als we nog een kolonie waren van Nederland. Ik geloof dat niet. En al helemaal niet als we kijken naar de ontwikkelingen in West-Europa en ook in Nederland, de politieke ontwikkelingen. Dan zou u vandaag in dit land een tweederangs burger zijn. Dat is ondenkbaar. En Oekomoppa uit een koninkrijk. Maar Oenego in een koninkrijk. Voorzitter, ik ben blij dat u een volle zwarte haardos heeft en niet 2 kilo goud op uw hoofd. De tweede verdienste. En ik ben blij dat voorzitter Fedicjan hier is. Is dat de NPS de leiding heeft gehad in het herstel van de democratie.
en de strijd tegen militaire dictatuur. En het is goed om de jonge mensen hier eraan te herinneren en de oude ook, want ze kunnen het vergeten zijn, dat er een tijd was in Suriname waarbij we onderdrukt werden met wapens van militairen. Waarbij als je je eigen mening durfde te uiten, dat ik ben kan dit, dat is matier in akondre die zin. Dat waren andere tijden. En ik zie jonge mensen hier zitten, Mwanaisa, Danik, Renusha, Iona. Stel je voor dat internet gesloten zou worden, afgesloten zou worden. Dat TikTok, Instagram en Facebook niet meer mogelijk waren. Dat was de situatie toen ik jullie leeftijd had, toen ik tiener was. De radiostations waren kapot gemaakt en brand gestoken. TV-stations waren gesloten. Je mocht niet meer communiceren met het buitenland. Hoe anders is dat nu? Dat jullie ervaren de vrijheid van de democratie in haar volle omgang. Volle omvang. En het doet me goed om te zien dat die partij die daarvoor verantwoordelijk was, ook geniet van die vrijheden, want ze mogen nu van alles zeggen. Maar make no mistake, dezelfde mensen die die wapens op ons gericht hadden, maken nog steeds de dienst uit in die partij. De derde verdienste van de NPS is dat we de economie hebben hersteld. Niet één keer, niet twee keer, maar tot drie keer toe. 87, 96, 2000. Keer op keer moesten we weer uit het dal kruipen. En if nou one lazy ik kan vergissen, tweede lazy-like regering dat nog kan. En derde lazy. Dan naar Krabita Anuyabi. Maar onder leiding van de NPS, met aan het roer de heer Venetiaan, hebben we met een nul optie, op eigen kracht, zonder het IMF, zijn we eruit gekomen. Hulde aan de leiders van toen, de namen zijn genoemd, Wele Hildeberg, Wele André Telting, Ronald Venetiaan is nog met ons. En dan de afgelopen 4 jaar. Die sluiten we af. Ze hebben nog een poosje te gaan. Met een beleid waarvan eigenlijk in een subsoort richting we go. Asane Waja. Twee coalitiepartijen. De Mai Fetanga Makandra. De man in Lola Strati. En als de man doet dat hij. Dat hij bezig. Hoe zit familie naar Mati. En de nano wan conceptie voor ontwikkeling voor wan kondre. Het had beter gekund. En u gaat me hier niet horen zeggen dat er niks goed is gedaan, stel je voor. Want er zijn inderdaad nodige, moeilijke besluiten genomen. Maar het had beter gekund. De NPS heeft een cultuur van samenwerken. Hoe hoort een coalitie bij elkaar? Hoe je man zit aan kondre? Want if Thierry maar is fitting, you no go man sit a kondre, you no man make beleid. Ten slotte, duurzame welvaart kan alleen tot stand komen door goed bestuur, goed onderwijs, goede gezondheidszorg. Want boem roko die alles maar, zo ik kan zet je egi libi bij je egi ozo. Welvaart voor u, voor dit volk, gaat niet tot stand komen door olie en gas. Dat is een grote vergissing. Goed bestuur staat aan de basis daarvan. We willen ook niet dat mensen afhankelijk zijn van gratis geld. We willen niet dat mensen afhankelijk zijn van pakketten. En sa uno wani taxmade afhankelijk voor een leider zijn troe monia grong en luku van de mai kroipi in adoti fubika moni. Dat is een schande en dat moeten we afwijzen. Mekaro, volk van Suriname. Ik roep u op om ambitie te hebben.
om ambitie te tonen. Broko Tranga, Gaskoro, Leerwafak, zet jullie die of start de onderneming. De Nationale Partij Suriname en Waka Naifesi, Tabwanyu Pasi Gonafesi, Fua Moro Betret Tamara. Met Taikuntani. Grantangi, 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 masra paviro rejo. Oshi alleis nanga sprekers en Jones Rowedoro a kriboy pisi fu aneti. Biwa aksi de sprekers kom tapa podium. Mo aksi de sprekers de wandi takik ba fu kom tapa podium. Accident, kon tapa podium. Na de wang fu NPS, kon tapa podium. Want we dora triboy pisi faneti. En u abwa mooi boskopu, ki ala despajaso in grunjari. De leg van de spreker de bota papodio en miwa shi de fraga fu Nationale Partij Suriname, miwa yere ala desma go oppo de fraga na wa friaroso, na wa friaroso, na wa friaroso. Oh oh, zra na makona wa, oko ya inga irukuno, zra etsa imi kondre zra na. NPS grow, NPS grow, 100% and
Wonderba NPS'ers, sympathisanten, me baru odi. Me baru odi. Mire hero mo. Danawa hibi bip. Danawa hibi bip. Danawa hibi bip. Kom begin, voor Frister, alles raman. De NPS'ers en sympathisanten, na 78 jaar NPS. NPS, 78 jaar van taki, van beleid, van vertrouwen. Want beleid van geloof, welke wij als partij hebben mogen uitstralen in die 78 jaar. Het is een eer om vandaag hier te staan op deze gedenkwaardige dag. 78 jaar NPS. Een reis van visie, leiderschap en toewijding aan ons geliefd Suriname. Wij vieren vandaag niet alleen de partij, maar een beweging die het volk altijd centraal heeft gesteld. Een beweging die altijd heeft gestreden voor een Suriname waar rechtvaardigheid, gelijkheid en vooruitgang hand in hand gaan. Partijgenote Kondreman, toen NPS in 1946 werd opgericht, was het geen gemakkelijke tijd. Suriname stond voor immense uitdagingen. Maar dankzij de moedige leiders die aan de weg van deze partij hebben gewerkt, namen zoals Van der Schroef, Lima Pau, Doelwijk, Adolf Pengel, werd een koers uitgezet die tot op de dag van vandaag doorklinkt in de ziel van deze natie. Kondreman, wanneer wij kijken naar 78 jaar NPS, dan zult u vandaag de dag allerlei partijen dingen horen zeggen over Sang NPS, Duja Kondre, Dizzy. En de mensen die voor mij hebben gesproken, hebben al een aantal zaken aangehaald. Dus ik ga niet in herhaling treden. Maar partijgenoten, wanneer wij de geschiedenis van de NPS bekijken, dan niet op een moment in die zie, wil ik stilstaan bij het punt waar wij vandaag de dag zijn. En ik moet u zeggen, dat we look up presie bij NPS, knap naar een op een moment in die zie, dan kunnen wij absoluut niet tevreden zijn. Bika. Even bij gebruik van verstand, ik volg u, dan waren we vandaag niet in een situatie waar mensen nog steeds afhankelijk zijn van pakketten die gegeven worden door leiders, door partijen, door de regering. Waren we niet in een situatie waar mensen uit de zorgsector, uit het onderwijs, per smile die maar konden waardoor ze zeker konden. Waren we niet in een situatie per aannemer normaal bij voor de rook of voor zetten infrastructuur voor wie konden. Waren we niet in een situatie konden man. Per afvolg die der a day alla day a struggle om de eindjes aan elkaar te knopen.
door wat momenten in de historie van mijn kinderen. En dat is een nieuwe uitdaging die wij vanaf vandaag moeten aangaan. En dat is voor zorg dat ik change en kom. Voor zorg dat ik change en kom. En daarom, wie, next ranama, moest Arkisa MPS tjakafisi. En dat na dat MPS vindt dat u moest weten van uw passie nou. Van uw passie, baby, ik wil doen wat door wat trafasie ik zou doen in de afgelopen jaren. Wat wij hebben uitgesproken tot nu toe, is duidelijk niet in het voordeel van ons als volk geweest. En partijgenoten, Konderman, terwijl we look at die story dat die, dan zien we dat op dit moment het grote probleem overal, elke dag, naar voren wordt gebracht. En dat is het ontbreken van de nodige financiële middelen om een aantal dingen te doen. Dat is één. En partijgenoten, de met Arkiso leider. En dat is de redding met heren leider, de takitak. Zou u maar niet dat gratis onderwijs die alasma? Zou u maar niet dat gratis gezondheidszorg die alasma? Maar wat probleem Sami Abi? Desma is tak de sandati. Is dat desma niet denk ik dat ja maar fa wil opbij voor alle de sandati. Ten dusani ook to ini also. Ip sa fa yo payen money must de. En daarom een beleid voor MPS de komende periode ten UG MPS amandaat. Om ervoor te zorgen dat de inkomsten van kinderen drastisch zijn verhoogd. Yeah. Wij moeten naar de verhoging van de inkomsten gaan. Nog zo onder mijn doelen zijn. Zou wie wat doen die gezondheidszorg onderwijs aan het rasen niet. Wat big is dat probleem als ook Abi? Dat een paar man. Die moeten betaald worden. En dat betekent money zou ik een no-no. De net genoeg van pai man zijn Mickey in de afgelopen jaren. Maka MBS 2010. Maar kondre man, de wie elke de mogelijkheid van kondre, dan zien we dat die er wel zijn. We zien dat of uno informatie de juist. Binnen enkele uren de CEO van Total Energies in Suriname zal zijn. En het is uren die het in beslag zal nemen en de bekendmaking zal komen dat er een FID is voor Suriname. Met de investering van circa 9 miljard Amerikaanse dollars. En partijgenoten, wie denkt dat af en toe een moment is om ons allen te feliciteren met het feit dat die FID er komt. Mag ik een applaus? Is dat die FID ons de mogelijkheid zal geven om investeringen te doen de komende jaren, waarbij de eerste inkomsten uit offshore olie in 2028 zullen binnenkomen. Maar wij zijn niet vandaag de dag beland op dit punt, zonder meer. Maar we moeten teruggrijpen
naar het moment toen in 1965 ingenieur Coleridge, toen hoofd van GMB, bezig was met boringen om naar water te zoeken in Saramaka. En op een gegeven moment, per ongeluk, plotseling in plaats van water, olie spoit kant op zee. Hoe zat dat ook oude voorzitter, Masra Pengel, premier Fusrainer, op het moment dat hij Wagagwa Saramaka Fushidak inderdaad was aan je zoon. En Pengel heeft ook toen die uitspraak gedaan, dat op een gegeven moment, Sahai Shidrabe, Suriname in de toekomst auto's zal besturen op eigen olie. En dat Kromwan Trutoy. Maar door de onderzoeksactiviteiten die daarna plaatsvonden, zien we dat in 1980 de tijd rijp was om verder te gaan organisatorisch verzorgen dat we produceren olie. En ik denk dat Afini voor dat grand tang het idee zowel naar Masra Coleridge like Masra Eddie Jarabi in 80 de zaak heeft geformaliseerd en met visie en deskundigheid de zaak heeft begeleid en staatsolie heeft gemaakt tot wat het vandaag is. Maar ik applaus daarvoor. Want als die dingen deed, om denk dat olie, voor de staatsolie, dan weet u wat voor problemen we zouden zijn. Maar landgenoten, ik denk dat ook toen we Fristeros Revin en we stak aan Conrad Grantani voor een moment die dat staatsolie meteen in gevaar in 1998, 1999. Mika F. Akkonderen door bij Co-op dat staatsolie bij zee in 80 miljoen Amerikaan dollar. En 80 miljoen Amerikaan dollar, u weet wat dat betekent, de inkomsten voor staatsolie, wanneer man inkomsten, die Akkonderen. In ieder geval, dank aan die heren, dank aan het personeel en iedereen die heeft meegewerkt om vandaag op deze belangrijke positie, situatie te komen. Besra Nanka met een beetje sprong vooruit. En partijgenoten, hoe kan dat katalyseren, Tori? Maar dit zijn bijzonder belangrijke ontwikkelingen die akkoorden. Ik kan even gebruiken om verstand. En we zorgen dat we pot de juiste leider in 2025 voor draaien konden. Dan kan deze ontwikkeling positief voor ons uitwerken. Voor de komende tientallen jaren. Omdat niet alleen wij, maar ook onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, zullen kunnen genieten van de rijkdommen in dit land. Maar wanneer wij verkeerde keuzes maken, terwijl wij kiezen van verkeerd leider of leiders. Leiders zijn om te gaan goede van konden. Dat we nog vieren, we nog schip ontwikkelen. Dus even. Partijgenoten, konden man. Wij staan dus voor enorm belangrijke ontwikkelingen de komende jaren. En nog grappen met wie. En daarom dat ik daarbij bij stilstaan. Omdat de komende maanden MPS'ers wij het veld krachtiger in zullen moeten gaan. Om het volk voor overtuigd af te volgen. Dat met de MPS zij in ieder geval het vertrouwen kunnen hebben. Dat die natuurlijke hulpbron niet in handen komt van een handjevol mensen. Eliten, maar van het totale volk. Konderman, in 2032 zullen wij een fase ingaan waar wij ongeveer op jaarbasis 4 miljard dollars
als land kunnen verdienen. Met deze operatie. En natuurlijk heeft Suriname een belangrijk deel van die inkomsten daaruit. Waar wij voor zullen moeten waken de komende jaren, is dat wij bestuurders hebben die in staat zijn om het proces dat in gang gezet is te monitoren, de bedrijven te controleren en ervoor te zorgen dat Suriname haar rechtmatig deel van die inkomsten daadwerkelijk ook krijgt. Verder zullen wij ervoor moeten zorgen dat die inkomsten uit die sector zodanig besteed worden dat wij zeker zorgen voor een dag. Dat is eigenlijk moeilijk in Akondre. Maar ook de investeringen plegen in het onderwijs, in de gezondheidszorg, in de infrastructuur en alle andere zaken die gedaan moeten worden voor Suriname. Het kan niet zo zijn dat wij jongeren vandaag de dag hebben. En natuurlijk is het leuk, even kies wat jij niet van president van Moesie. Maar wat wij als MPS willen hebben, is dat wij vooral de jongeren in staat stellen om via goedkope leningen hun eigen woning te bouwen. Wat wij willen hebben is dat gelden geïnvesteerd worden in de ziekenhuizen die we hebben. Dat wij niet meer een situatie hebben dat artsen, verpleegkundigen hun weg naar het buitenland zoeken. Dat wij in staat zijn om ons onderwijs daadwerkelijk die vernieuwingen door te voeren. Because we zien dat inderdaad MBS. We hebben verantwoordelijk voor onderwijs. En er is een heleboel daarover te zeggen. Maar laat het duidelijk zijn. Wij komen er niet onderuit voor de vernieuwing in het onderwijsproces. Omdat ons onderwijs moet zijn afgestemd op die ontwikkelingen die op ons afkomen, onder onderschat op historie dat die. Onze jongeren moeten vooral technische opleidingen krijgen, waarmee ze vandaag de dag aan de slag kunnen, om ervoor te zorgen dat die productiesector in Suriname inderdaad die vormen aanneemt, waarbij zij in staat zijn om een goede boterham te verdienen, maar waarbij de staat ook er beter van wordt uit belastingen. Partijgenoten, wij moeten een situatie hebben bij een absanitak aannemer, dat moet je nog even bij, dat je bij de afwee, rokken je doen af. Los van dat de minister heeft gezegd dat we gestraft moeten worden. Maar het kan niet zo zijn dat wij niet in staat zijn om dit land te organiseren. Want een van de grote problemen die ik zie, is op dit moment het verkeersprobleem, de infrastructuur. En daar zullen deskundigen, onze jongeren, op moeten gaan werken de komende tijd om ervoor te zorgen dat dit jaar oplossing voor de vierdelingen is aan die we zien. Partijgenoten, Suriname staat voor grote uitdagingen. En Asan Dona Yuanu, Yu e bepaal, soort richting wil ik konden. U kunt bepalen dat u leiders zet die zeggen van koop pasamoni. U kunt bepalen dat u leiders zegt die natuurlijk denken aan alleen friends en families. Of u kunt leiders zetten die denken aan de ontwikkeling van onze jongeren. Die denken aan de ontwikkeling van onze arbeiders, onze onderwijzers, onze verpleegsters, onze artsen, onze ingenieurs, onze timmerlui. Anybody die een productie te leveren heeft in dit land. Wij als MPS zullen natuurlijk ervoor zorgen dat zodra wij aan de macht komen, en dan op promissie van promissie, maar wij gaan ervoor zorgen dat wij zeker kijken naar de financiële situatie en wij gaan de productiesector krachtig ondersteunen omdat de backbone is van die economie om ervoor te zorgen dat de verdiencapaciteit van het land gaat toenemen.
hoe de moest met een pistool dat hier. Er zijn inderdaad misschien fondsen die leningen geven voor bedrijven. Maar als de bedrijven kiezen doen zo daarna, geloof me, daar kan je niets mee doen. We praten over de substantiële leningen die mensen zullen moeten krijgen om hun bedrijf op te zetten. Maar ook mensen, jongeren, die hun woning willen bouwen. Tegen redelijke rentes. Zouden we maar eens 4%, zouden we maar eens 5% lening. Dat moet kunnen. En daar zullen wij natuurlijk voor vechten. Wij gaan niet komen en u handouts geven. Maar wie ons zorgen dat we GIA of Kassi voor mijn ontwikkeling is. Partijgenoten. Was wat ik maar. Wie is money coin uit oil en gas? Betekent dat nog geen ontwikkeling? Want als je een bestuurssysteem hebt dat niet goed in elkaar zit, dan heb je een beetje probleem. Dat wat takkie, dat een focus voor NPS, dat een mandaat zou ik kiezen 25 mei 2025. We beginnen dat we elkaar goed besturen. We beginnen dat transparantie en bestuur. Dat wat takkie, we doen dat in de overheid. Nou wat kibri na mag deel. Alles maar mag sap zou wij doen. Wanneer we mensen gaan benoemen op plaatsen, hebben we vaker al gezegd, dan zal het zo zijn dat wij kijken naar de Surinaamse samenleving, maar ook daarbuiten. Maar wij willen de beste lui hebben, de beste mensen voor de verschillende functies die van belang zijn in dit land. Wij willen versterking van de instituten en meer in die pilaren voor de ontwikkeling van dit land. Wij willen de beste en sterke instituten hebben. Bika, Adjeng, met de goede onderschatten zijn voor oil en gas. Er zijn niet zodanig dat zelfs met onze Surinamers we niet in staat zullen zijn om volledig te controleren wat die multinationals hier doen. We zullen dus internationale expertise moeten mobiliseren om ons te ondersteunen in de onderzoeken, in de processen die ons garanderen dat Suriname een kiesrechtmatig deel uit de goede vakkundige. Suriname staat voor bijzondere momenten. We hebben inderdaad gehoord dat je moment dat, zoals mij dat kan de hoek naar de moral op de politiek. Maar ik kan u vandaag zeggen dat wij vanuit de NPS menend zijn voor bood alasau abi in de ontwikkeling van Kondre. Ik kan zo aanvoelen, we kunnen doen trasani. We hebben de politiek niet nodig. Maar als we liever politiek voor beunhazen, dan begrijpt u dat straks onze jongeren, onze kinderen, kleinkinderen ook geen tampen hebben. En wij moeten met alles wat wij hebben vechten voor Sita Kondre. Waarom kunnen we niet een rijk land worden? Een land waar alle Surinamers profiteren voor de goede van Kondre. Dat kunnen we doen. En als NPS, als voorzitter van de NPS, zou wij u niet beloven dat wij u geld gaan geven en strooien. Maar wij kunnen u garanderen dat de mensen die wij naar voren schuiven, met hart en ziel, met volledige overgave gaan werken aan het verbeteren van de situatie waarin Suriname op dit moment verkeert. Partijgenoten, Kondreman, er is veel te doen. Maar u moet weten dat op dit moment de NPS bezig is met haar verkiezingsprogramma. En daar zult u binnen 2 maanden de uitslag van hebben. Daar zult u de uitwerking hebben van de zaken die de NPS in de komende periode na het verkrijgen van regeerverantwoordelijkheid, waar de NPS aan gaat werken. En vouwen zet dat kondre, dat ben je passie. Maar kan 25 mei 2025. Kondre man, wij gaan de komende maanden het veld ingaan. Wij gaan het veld ingaan om ervoor te zorgen dat elke Surinamer zich bewust van is hoe belangrijk die stem op 25 mei aanstaande is.
Ik heb het al gezegd. Eigenlijk is het een roppen voor onder. En we zien de ontwikkeling politiek al. We zien de potentie die de NPS heeft om straks, zoals wij zeggen, ons streven is de grootste politieke organisatie in Suriname weer te worden. Maar wij gaan moeten werken. Want de tegenstander gaat ons niet rustig laten. De tegenstander zal er alles aan doen. En we zien het nu al. Met fake news. Met allerlei berichten die men lanceert tegen de NPS. Om de NPS in een kwart daglicht te stellen. Zo wie je dat was afstand in de maand dat op het plein. Ik heb mevrouw Zijp gevraagd om even aan de kant te gaan. Omdat ik een foto zou maken met de erevoorzitter. Waar is Irma? Kom op de podium. En dit is voor die FB-haters. Irma, hier. Dit is voor die Facebook-haters. Je mag maar zeggen dat je wat je doet met MBS. Gaat niet gebeuren. Echt niet. We zijn een eenheid als partij. En we groot DFD. Maar wat denk ik maar. Omhoren we het eruit met die taboe doen. Omhoren. Omhoren we erop. Dames en heren. Ik denk dat zijn onnoemelijk MBS'ers. En ik zie vandaag inderdaad duizenden hier. Ik heb gisteravond gehoord dat op Tien Deel begon. Maar we kunnen nu al zeggen dat er hier duizenden mensen aanwezig zijn. We hebben een heleboel mensen die natuurlijk van huis uit de zaak volgen. Gaat u voor zichzelf na. Wat willen we van dit land hebben? Samen met jouw kinderen. En als je nog aan denkt dat die, ik denk, zijn van die schrijven. Je want dat gewoon man. Deze moest gokken aan die, dat moest zoeken een pakket. Of iemand die in staat voor mijn firma Buroko. Voor je schrijft dat hij salaris kan bij je pakket en doe zijn jouw niet, bij jou of zo, bij jouw niet. Let van hebben we die NBS vinden. Een keus daarom. In ieder geval, NBS, dit is van jouw passie. En wie, wat jara change die we morgen beter is dan aan. En wij beloven die samenleving. Zoals ik eerder heb gezegd, dat wij daarvoor ons uiterste best zullen doen. Te zorgen dat we realiseren dat we. Dames en heren, we gaan de woord toe die zien. We gaan verklaren dat vanaf die dag een officieel verkiezingscampagne voor NPS is start. En wie in Europa gebied 25 mei 2025. En Minosabi, maar ik denk dat we allemaal aan jou en Bribi, dat NPS een trouw en moro bigi politiek organiseren. En NPS wordt een lied in de komende regering. En laat het duidelijk zijn dat op het moment die Simone focust op een partij, een samenwerking, we focussen op NPS, we zijn een moro bigi one. Voor bepaal en tjara kondredies dat we morgen een passie, een nieuw passie. En voor de mensen die slim gestemd hebben, laat u zich op dit moment niet afleiden. Normaal is stem slim worden. Allemaal is stem dat je verstand. Graag dan. Ujewa Bigi Anu, een leider aan of die partij won, maar leider voor je kondre, Masra Gregory Rosa. Dus hoe dan gue? Wanna feesten, we feesten ook. En laten we gelijk op een roep doen.
op de bestuurder van voertuig PD 5671. Voertuig PD 5671.